We praten vandaag met Martin Sterman. Hij is muzikant, actievoerder, maar dat gaat hij dadelijk allemaal zelf uitleggen. En hij belde ons van de week op omdat hij het programma van Mister heeft gezien. Nou, daar zijn we altijd blij mee, want misschien zijn er wel 6, misschien zijn er wel 7. Misschien was Martin Sterman wel de 8e kijker in Amsterdam. Of niet? Denk je dat er meer mensen... Dat denk ik wel. Wanneer ze de mensen sensible zijn voor... Zeker realiteit die er uitgebracht moet worden. Ja, lijkt me heel verstandig dat heel Nederland zou kijken. Ja. Niet een paar mensen, of niet een boel mensen, maar heel boel. Nou, huh? U hoort het. U kijkt, dus u bent wat dat betreft. Martin, hoe zie jij jezelf? Nou, ik zie mezelf als een zonder pretenties een eenvoudig mens. Want men vraagt altijd, ja, maar waarom ben je zo eenvoudig? Moet ik dan in mijn neus oplopen omdat ik toevallig succes heb in waar ik dan ook optreed. Dat zie ik helemaal niet. Ik vind het leuk als mensen klappen, voor mij moeten ze niet klappen. Als maar het is wel een lekker gevoel. Als ze maar luisteren. Als ze maar luisteren. Want je bent zanger. Ik heb hier een plaatje. Nicky en Martin. Ja. La politique et la paix. 60. En wie was deze mooie dame? Dat is Nicky. Zij heet eigenlijk... Marston Johnson Johnson. Zij is van de Verenigde Staten. En ik ontmoette haar met een schildervriend. Want zo doe ik dus, schilder ik dus ook, hè, kunstschilder. In Montparnasse. En ik ben juist in een cabaret aan het zingen. En ik zie een vriend van een collega, een schildercollega binnenkomen. En een mooie vrouw. Weet je, dat is waar het ogen het eerst op vallen natuurlijk. Hè, een mooie vrouw. En nou, dat was dat ik zing I've Got You Under My Skin. En dan hoor ik een stem zeg uit het publiek, te gek gewoon. Gek. Sopraan, maar glaszuiver. Je kan Barbra Streisand. Zij zingt beter dan Barbra Streisand. Maar, en ze ging meezingen en ze bleef meezingen. En ze ging meezingen, zeg. Tussen het publiek in zich. Gewoon straks. Jezus, wat een stem zeg. Dat naderhand, die vriend van me, die kennis van me... Die gaf me een seintje naar hem toe te komen. Dus ik kom naar hem toe. En hij zegt, zo zegt hij tegen dat meisje. Zegt hij, ik zal je voorstellen aan een god. En zij keek met hele vreemde oogjes naar me toe. Een hele leuke meid. En we komen op die manier in contact met elkaar. En spreken en spreken. Dus zou de volgende dag zou ze weer komen. Prima. En ze vertelt dat ze ergens op de Champs-Élysées in een keyclub werkt. En daar zingt ze en speelt prima piano. Dat ik kom daar een keer naartoe. Ze vertelde wat ze verdiende ook. Nou zag ik haar als een, ja, als een artiest. Was dan ook gewoon muzikus, artiest. En ze vertelde me wat ze verdient en zo. En ze blijft gewoon komen naar die zaak toe, tot een derde dag. En ik zeg, ja, Jezus, ik zeg, betalen ze je zo laag? Ik zeg, ja, nam ze een koffertje mee en kwam ze thuis. Zo gaat het in het artiestenleven, ja, of niet? Ja, en je volgt het hart een beetje. Vanaf die tijd. Nee, ik bedoel, ik was niet omdat het alleen een mooie vrouw was. En na haar stem, ze had een stem fantastisch gewoon. Fantastisch, die Jezus van de stem. En ik zing bas. Dus sopraan en bas. Nou, mooier bestaat er niet hoor. Mm-hmm. Twee mensen die zingen. Ik begeleidde me dus met die ukulele gitaar, zal ik maar zeggen. Dat is een viersnarige gitaar. Viersnarig. En dat ging buitengewoon goed. Ja. Want, ik bedoel, onverschillig wat ik speelde. Pof, ze dompte erin. En maakte daar fantasie erop. Het is krankzinnig gewoon. Even terugkomen op die viersnarige gitaar. Want we zeiden net, we hebben hier wel een gitaar voor je, maar geen viersnarige gitaar. Wat is nou het verschil tussen zo'n 4 en een 6 snaar? Nou, de viersnarige gitaar, dat wil zeggen de ukulele, die ik dus vier snaren op een gitaar heb gebouwd, omdat die ukulele is te klein, daar kan je niet mee optreden, dat klinkt niet. Dat zijn de eerste vier snaren van een gewone gitaar, van een 6-snarige gitaar.
Dus als je hier een gitaar hebt, dan kan ik wel op spelen. Maar die andere twee, die vergeet ik gewoon. Dus het is economie in ons. Hè? Ik koop 4 snaren. Een 6-snarige, die neemt 6 snaren die nodig. Ik niet. Goed, in elk geval. Nou ja, goed, dat is de kwestie van dat soort. Maar in 66 was je in Parijs. Nou was in die 60e jaren... de dichters, de schrijvers. Waarom gingen mensen die tijd naar Parijs? Nou, om te was de wijn of zo? Om te beginnen, nee, kijk. Parijs, ik heb Simon Vinken ook niet in Parijs ontmoet. Wel bij mij in het centrum hier, wat ik had in Amsterdam. In 68. Ik kwam uit... waarom de mensen naar Parijs gaan? Laat ik er eerst antwoord op geven. Waarom ze naar Parijs gaan? Omdat Parijs is om te beginnen... Daar komt bijna alle culturen... komen daar samen. En vooral artiesten. Maar waarom Parijs wel en Amsterdam niet? Omdat één, Amsterdam is... het is jammer om te zeggen, maar Amsterdam... Daar komen dat is gewoon een vuilnisbak. Dus dan zie je alle ratten zie je bij elkaar rennen. En Parijs is helemaal niet zo. Dat is werkelijk, je hebt daar quartiers zoals... Montmartre, Montparnasse... tot zelfs Neuilly toe, wat een vrij dure buurt is, hè? 16e arrangement. Arrondissement. En dan heb je dus Quartier Latin. Ja, daar vind je al soorten mensen, maar ook al soorten artiesten onder die mensen. Schilders, beeldhouwers, noem maar op, muzikus. Nou, was ik van de week waren we even in Parijs. Niet voor vanwege de voetbal, maar we gingen eens even in Parijs kijken. En toen liepen we 's morgens vroeg binnen bij La Coupole. Hè? Montparnasse. Daar zat ik iedere dag. Hè. Ik zat recht tegenover La Coupole. Heb je dus de Select. Is recht tegenover de Coupole. En op de hoek, als je richting... De Dome of zo. Heb je de Dome. Dat is de kruising van Montparnasse en Boulevard Raspail. Dan heb je de Dome. Waar de instituut zit, waar je Nederlands kunt leren en zo. Dan ga je, als je dus van... als je de Dome ligt aan de rechterkant, als je van het station afkomt dus. Dan ga je, steek je de boulevard over en dan ligt aan de rechterkant... 200 meter verder, ligt de Alliance Française. Alles, ja. En de andere kant op, dan kom je dus weer op de boulevard Montparnasse... En je slaat dan links af en dan ga je zo'n 300 meter loopje. En dan heb je aan de linkerkant heb je Center Américain. Dat is voor de studenten. Die liggen daar zo'n beetje uit te rusten. Die ontmoeten elkaar. Dus, nou, dat is een ontzettend... Het is Paris, hè? Ach, dat is te gek gewoon, hè? Okay, maar ik ga in Amsterdam ga ik naar Scheltema. Ja? Vroeger was het op vrijdagavond wel leuk. Tegenwoordig wat minder. Maar dan ga je naar Scheltema. Nou, dat is niet vergelijkbaar. Daar is één tafel met wat gekrabbelde namen erop. Maar in La Coupole, daar hebben de grote schilders van de wereld... Ik heb daar ontmoet in... Even eens kijken, in 1946 ben ik weer teruggegaan. Ben ik naar Brussel gegaan. Heb ik met Robert de Kers, groot Belgisch jazzorkest, gespeeld. In La Boeuf sur le Toit. Neuilly. Port Namur heet dat. Daar was de Boeuf sur le Toit. En ik heb 2 maanden met Robert de Kers gespeeld. Toen ben ik gegaan met een vriend van mijn broer, Segers. Niet Jan Segers, dat was een sportman. Ik kan niet op zijn voornaam komen. Die had gevochten in Spanje. Een van die mensen? Nee, in 1946 ontmoette ik hem. Die knaap waar ik het over heb, zeker. Die heeft gevochten tegen Franco toen de tijd. Daar hadden we het ook over, want ik heb hier 3 jaar heb ik de binnenlandse strijdkrachten, de eerste luitenant, ben ik hier in Rotterdam, Den Haag. Tijdens de oorlog? Geweest, tijdens de oorlog. Ja, dat is een verhaal, dat is gewoon helemaal te gek. Een kogel uit mijn lichaam gehaald 5 jaar daarna in Parijs. 9 millimeter, dus geen klein kindje ook die erin zat.
Maar die Duitsers heb ik nog wel doodgeschoten natuurlijk. Hè. Ik zeg, ja, of jij. Ja. Hele grote dingen, maar ja, ja, dat klinkt wel aardig. Maar nou had je me gebeld over geweld in Amsterdam. En over veiligheid. Okay. En nou zeg je, ik ben bij de binnenlandse strijdkrachten geweest. Hè. Ja, we hebben in Amsterdam een beetje een probleem, hè, met veiligheid. Ja. Nou, kunnen we daar wat aan doen? Dat hoeft geen probleem te zijn. Ja, hoezo? Alleen, wie ben ik? Moeten we dan ook gaan schieten dan? Nee, helemaal niet. Dat is juist fout. Het gedrag van de politie daar met helmen en stokken te lopen, dat is zo. Dat daagt alleen maar uit. Dat daagt alleen uit. Ja, dat heb je met die Eurotop gezien. Nooit meer geweld in de stad, wanneer we ineens allemaal zo'n pak aan hebben en anoniem achter zo'n helm. Simon Vinknoog en ik, wij zijn samen uitgenodigd. Dat moet zijn geweest in, was een advocatenbijeenkomst. En daar hadden ze ons twee gevraagd om daar te vertellen wat er aan de hand was in Amsterdam en hoe het eigenlijk zou moeten. Nou, tegen mij werd al gauw gezegd van, u maakt het wel kort, hè? Goed, wat was jouw oplossing? Mijn oplossing, ik gaf de politie de schuld, dat ze nog steeds zijn uiteindelijk. Als je een stelletje qua apen uitlokt, dan heb je het. Dan gaan ze stenen gooien, dat zit ook in de hoe heet het? Oké, maar dat klinkt simpel, maar die politie weet niet beter. Die krijgen opdracht van, hallo, we zetten 3 pelotons of busjes van die ME in. Waar het bloed van de vorige keer nog op zit, dan zitten ze klaar te wachten. Dan gaan die deur open en dan gaan ze erop slaan. Als het bloed erop zit, hebben ze gezorgd. Zij hebben gezorgd dat het bloed erop zit. Maak het ook niet schoon, heb je dat gemerkt? Die rotbusjes zijn altijd vies. Ongelooflijk. Hoe heet die zaak ook weer? Was iemand eruit op gegooid die doodgevallen is? De Warmoestraat. Warmoestraat. Nou ja, die heb ik meegemaakt. Grotere schoften bestonden er niet, hoor. In Nederland, als politie. Daar heb ik gesprekken ook mee gehad. En ik bedoel, het Telegraaf en die politie daar, in die jaren, hoor. Ik weet niet wat ze nu zijn, die knapen. Maar toen de tijd, catastrof. En dat kan je met de gewone burger niet bespreken, want die vat het helemaal niet, die gelooft het niet. Zo vertelde ik een poosje geleden aan, in Oud-Zuid, aan een hele dame. Een vriend van me nam me mee naartoe, naar zijn grootmoeder. En ik zeg, maar weet u wel dat bij demonstraties zijn infiltreren de politie. En waarom? Dan moet er één, die moet daar de boel op zien te jutten. Hè, en die gaat schreeuwen, die gekke dingen doen. En die mensen die eigenlijk rustig lopen te demonstreren, hè, die worden helemaal klaargestookt en dan kunnen de collega's in uniform, die kunnen erop slaan. Dus zijn voor mij zo'n woord. Nou, Martin, misschien is dat geweest. Mijn ervaring met demonstraties, en ik heb de laatste jaren heel veel demonstraties meegemaakt, is dat de politie, en met name het tweede detachement, zegt, we gaan ertussen staan, niet om te infiltreren, maar in uniform. We blijven ertussen, want zolang we tussen de demonstranten staan, wordt er niet geslagen? Nee, wordt er niet geslagen? Nee, wordt er gedemonstreerd? Ja. Wij zijn deel van die beweging. We lopen voorop. Liefst vrouwen voorop. Vinden dat ook een heel goed systeem. Dus niet mannen voorop aan die demonstratie in uniform. Maar vrouwen, geeft een aardige sfeer. Men heeft zich verdiept in waar het om gaat. Als het een cannabisdemonstratie, dan weten we waar ze over praten. Als het over, weet ik veel, wat Irak gaat ook. Ze zeggen erbij blijven. De energie aannemen van de demonstranten. Dan gaat het nooit fout. En ik moet zeggen dat ze het daar heel goed in doen. Het gaat altijd best fout. Als er van buiten plotseling een stoot ME'ers komt. En dan wordt er inderdaad aan beide kanten wordt de zaak opgehitst. En dan wordt er geslagen. En dan zeggen ze het loopt uit de hand. Ja, het loopt uit de hand omdat er van beide kanten die geweldspiraal gaat ontstaan. Ja, maar dat is wel degelijk geprogrammeerd. Ik bedoel, ik zeg iets. Ik zal nooit een woord zeggen. Maar het is ook geprogrammeerd bij de Eurotop. Zo ging het toen. Maar ik zal nooit iets zeggen als ik het niet persoonlijk mee heb gemaakt. Dan hou ik mijn mond. Dan kan ik het aannemen eventueel. Of ik zeg, oké, er is over discussiëren. Een krantje lezen en dat zus en zus of dit en dat is gebeurd. Dat neem ik met een korreltje zout. Ik ben er niet bij geweest. Ja, maar ik ben er ook wel eens bij. En ik zie dat dus in ieder geval van de geuniformeerde politie bij demonstratie. En ik heb het niet over de ME. En ik heb het niet over de mensen die op paarden zitten. Ik heb het over de mensen die op straat ertussen gaan staan. Soms met groot persoonlijk risico, denk ik. Dat die dat in ieder geval op het moment goed doen. Wat ik ook zie is dat de politie steeds meer gekleurde mensen, verschillende mensen hebben. Ja, dat is politiek. Nee, maar afgezien van politiek vind ik dat heel goed. Ja, als je in een Marokkaanse buurt, dan moeten er Marokkaanse agenten zijn. En liefst alle kleuren van de regenboog.
Dat maakt het toch allemaal wat aardiger? Ja, met die, ja, of het aardig maakt, ik ben niet helemaal, met die situatie ben ik niet erg akkoord. Hè. Ik zie dan een zwarte politieagent die daar loopt te draaien. Kijk, ik tracht te voelen, te analyseren, wat is de reden dat die man zo van zijn neus maakt, hè? Die zwarte agent. Dat is volgens mij een minderwaardigheidscomplex. Nou heb je een pakje aan en hij voelt zich bijna blank. Ik weet dat, die geest zit er gewoon in. Dat is niet alleen bij hem, maar dat is bij andere volkeren ook zo. Daarom ben ik persoonlijk, ben gewoon ergens op tegen om iemand van de kolonie, het braafste mens, maar ga je die persoon in een leger zetten, of onder de politie zetten bijvoorbeeld, of in de politiek zelfs. Met blanken, dan is het bijna zeker. Zeker durf ik niet te zeggen, maar er is een grotere. Er kunnen twee problemen voorkomen. Dat of dat hij zich wel zo uit gaat sloven, hè, dat ze hem klappen op schouder zeggen. Hey nigger, crazy. Hè? Dan voelt hij zich. Hè. Dus hij wordt een gevaar. Niet voor de blanken, maar voor de zwarte. En dat zit erin. De Black Panthers, die noemden zo iemand de Uncle Toms. Hè? De laarzenlikkers. Voilà. Datzelfde. Dat is één gevaar. Wat is het andere gevaar? Het andere gevaar is dat die man die komt uit een andere streek. En dan hoeft hij niet eens uit Curaçao, Suriname of direct Afrika te komen. Maar die komt sowieso met een andere cultuur over. Als je een Fries met een Amsterdammer samen laat lopen, dan komt er ook bonje van. En het is hetzelfde land. Soms wel, soms niet. De meeste agenten in Amsterdam komen, zeggen ze altijd, komen uit Groningen. Die boeren, zeggen ze dan. Ja, goed. Nou, en dat werd heel aardig soms. Ja. Beetje rustige mensen zijn dat. Ja, maar laat nou iemand uit Oud-Zuid. Hè? Ik bedoel Oud-Zuid zoals ik Oud-Zuid ken. Oud-Zuid is veranderd, de Jordaan is veranderd. Stop die mensen bij elkaar. Een man uit, een jonge man. Jongen. Dus geen, dat je zegt, die man is ontwikkeld, is een man geworden. Een jonge man, 16 jaar. Geeft hij een vriendje uit de Jordaan van 16 jaar. Dat lukt. Ze verstaan elkaar niet eens. Toen verstonden ze elkaar niet eens. Zoals een Jordaaner spreekt en iemand uit Oud-Zuid spreekt. Dat is een dag en een nacht. Als ik een Jordaaner hoor spreken, een echte, hè, dan word ik bijna misselijk, zoals hij spreekt. Toch, ik zelf spreek Amsterdams. Ik ben in Amsterdam geboren. Maar als ik nou bijvoorbeeld Bolkenstein hoor spreken, dan gier ik van het lachen. De wijze waarop die was zo geaffecteerd. Die is nou, nee. Ja, dat is, maar ja, goed, in elk geval, dat is een grap wat we nu maken. Nee, maar een kwestie, laten we zeer serieus gaan praten over die, hoe is dat te veranderen? Hè? Die allende, want ik noem het allende hoor. Ja, maar de politie zegt meer gekleurde mensen niet. Doen. Nee. Dichter bij de mensen staan, vind ik ook een goede aanpak. Sneller reageren op oproepen. Maar nou, we stonden net niet wakker gezegd. Te praten. Nee, ik heb zo'n verhaaltje gehoord. En die zit met een vrij ernstig gezicht, zegt hij. De politie. Maar de politie is daar geen schuld aan. Wat kunnen wij doen? Ja, als hij het niet weet, waarom zit hij daar dan? Als hij het niet weet. Hoe heet hij? De burgemeester. Die zegt, Martijn, ja? Ja, die zegt... Die zegt, klein accident, of hoe noemde hij zo gauw? Niet accident, hij zei... God, kan hier zo gauw op de naam komen. Maar die maakte er vanaf... Ja, zo erg is het. Heel Nederland doet dat niet. Daar heb je inderdaad gelijk aan. Hè? Ik bedoel, het zou een catastrofe zijn. Het zijn dingen die voorkomen. Incidenten noemde hij dit. Tja, als die mensen het niet weten... En dan hoor ik hem nog zeggen... De chef de politie hoor ik nog zeggen... Ja, de bevolking moet het zelf doen. Ja, dan draai ik me om naar de justitie die zegt... Gij zult niet het recht in eigen handen nemen. Wat moet de bevolking nou doen? Probeer de mentaliteit te veranderen. Daar moeten we mee beginnen. Probeer de mentaliteit te veranderen van de bevolking. En het gaat goed. Ga niet uitlokken. Ga niet met zwaar gewapende mensen ervan staan... wanneer die jongens daar staan. Want dat vreet zich. Dus met die Molukkers heb ik precies hetzelfde gezien.
met de Molukkers spallen toen de tijd. Passeren we in waar het hoofdbureau is. Kan je schaap de naam van? Marnixstraat. En wij zouden naar, of zij zouden naar, Paradiso gaan om een bespreking te hebben. De jongens liepen netjes in de rij en de ouders eromheen, van achteren en aan de zijkant. We passeren het hoofdbureau en daar vliegen die jongens vliegen op de mensen die eigenlijk daar stonden de boel uit te lokken. Want er was niets aan de hand. En daar staan ze hoor, als een leger in aanval, politieagenten. Wat gebeurt er? Ik ren direct erachteraan. En ik zeg, jongens, nu niet. Het is veel te vroeg. Ja. Waar die politieagenten de pest kregen, want die jongens deden ook niets meer. Die stopten, waarom weet ik niet. Die stopten gewoon, dat is een giller als dat te zien. We gaan naar het midden van de straat weer terug. Die ouderen gaven me een arm en ik loop zo ongeveer in het midden. Aan de achterkant dus, beschermen de jongens dat die geen flauwkul meer uit zou halen. Dat gaat rustig weg. Wie porten me in mijn rug? Een of andere schoft achter me. Die denkt, hey, die Martin die zal ik te pakken nemen. Want ik weet, het is een agressief jongetje. Nou, hij heeft ernaast gefloten, want ik wist wat de hele bedoeling was. Por hem nou in zijn rug, dan zal hij zich wel omdraaien. En een grote weg geven en dan kunnen we slaan. Noppes, het ging helemaal niet door. Dat ging helemaal niet door. Hé, hey, luister eens Martin, je bent zo'n agressief mannetje. En je zit nou al, sinds wanneer ben je nou weer terug in Amsterdam? Nou, heel lang. Sinds 3 jaar. Ik heb genomen van Ivoorkust, Marokko, Iran, Pakistan, India, Moskou, de Balkan. Gereisd, muziek gemaakt? Ja, muziek gemaakt. Dus ik ben zo'n beetje overal geweest. En, ben je dan toch blij dat Amsterdam nog bestaat? Dat het bestaat, ja, waarom zou het niet bestaan? Maar het is wel een vuilnisbak hoor, vind ik tenminste. Maar je bent toch weer teruggekomen? Ik ben teruggekomen omdat daar waar ik toevallig pensioen heb opgebouwd. Nee, ik zou je vertellen. Je komt terug als je ergens in een gedeelte woont waar mensen jaloers blijven. Hè? Ik kon me permitteren wat ik wilde. Ik maakte geld. Dan kun je permitteren. Kapzones heb ik nooit gehad. Heb ik nog niet. Interesseert me helemaal niet. Ik zie helemaal niet mensen. Nee. Hoe zien ze je dan? Ja, dat, nou, wat jij hebt, nee, is echt kapzones. Nee, ja, dat is werkelijk. Nee. Je hebt mensen die worden jaloers omdat ze een ander zien die een auto heeft of goed leeft. Of goed, nou, kleed, dat interesseert mij helemaal niet hoor, kleding. Ik heb pak uit de jaren 70, hoef ik je niet te vertellen. Die heb ik 3 maal gedragen. Want je ziet mij gewoon lopen in het algemeen. Hier ben ik naartoe gekomen, een beetje netjes. Maar ik bedoel, als je me nou normaal gesproken... Het interesseert mij niet hoe ik gekleed ben. En het interesseert me... Ik vind het leuk om over mijn vak te spreken, enzovoort. Of over verschillende dingen, politieke dingen te spreken. Maar om mijn neus de hoogte niet te houden, omdat mensen zitten, omdat er 4000 mensen daar bij een kathedraal stonden, eromheen, want die kunnen er niet in. En die staan daar te klappen, of je daar een klassiek orkest hoort spelen. En ik zit er alleen, zit ik te spelen. Dat ze die muziek leuk vinden, vind ik leuk. Ook ik geloof niet in God, hoor. Nee? Nee, maar zij wel. Nou, als ik plezier... Het is een interessant aanbeer. Waarom geloof je niet in God? Als ik... met die troep op de hele wereld. Nou, een mooi mannetje is dat geweest. Ook als hij de mensen verschaven. Nou, zijn evenbeeld. Nog een keer. Nou, dan maak je 2 uitspraken. Ja, vind je het een beetje een troep op de wereld? Ja, dat is het toch. Als je er goed naar gaat. Ik vind het zo ongelooflijk. Ja, maar wacht even. Dat is voor die mensen erbuiten. Maar Martin Sterman, in van binnen hier. Is dat wel een gelukkig mens geweest? Ja. Ik ben gelukkig geweest. Ben ik nog. Ik voel me nog gelukkig. Want ik leef en ik kan nog zingen en ik kan nog spelen en ik doe het graag. Ik kan me alleen gelukkig al voelen als ik zie dat er anderen zich gelukkig voelt. Dat doet me een plezier. Dus ik versta helemaal die stomzinnige jaloezie van mensen, de een van de ander. Kan er schelen of daar een man met een prachtig zeiljacht zegt. Het is schitterend, die boot vind ik schitterend. En die man moet wel plezier hebben. Ja, dat vind ik ook leuk, dat zou ik ook wel willen doen, maar ik ga niet jaloers op die persoon worden.
En, ja, en dat is iets wat niet in mijn hersens kan. Die akelige jaloezie van mensen onder elkaar. Plus het alsmaar dat kwebbelen. Dat Hennessy zijn flow, zijn oude uitleg, Nederlandse uitleg. Flow op een van de hoek van de straat zien ze een flow. En als hij aan het eind van de straat is gekomen, is het een olifant geworden. Ja, god, ik weet niet wat je met die mensen moet doen. Ik zou zeggen, stop ze maar onder de grond, dat soort mensen. Ja, maar jij hebt nou over de hele wereld gereisd, hè? Dat zeg je de laatste jaren overal geweest. Is het elders beter dan? Zeker, wat dat betreft wel. Minder jaloers? Ja, dan moet je alleen in de boerenstreek, waar ik dus de laatste tijd een tijdje heb gezeten, dan word je doodziek natuurlijk. Hè? Kijk, als je in een boerenstreek woont, dan moet je zo op handen en voeten lopen zoals die boer loopt. Anders hoor je er niet bij. Waar heb je gewoond? Bij welke boer heb je gewoond? Bretagne. Breton. Waar zeggen ze? Rode wijn, Gwin Ruus. Jermaat. Ja, god. Mooi land, veel heggen, veel schapen. Het is een mooi land, het is een mooi schapen. Waar heb je gewoond, in welke buurt? Ik heb Saint-Brieuc. Guingamp en Boubiac. Het is leuk, ik vind de natuur vind ik prachtig, maar laat me in godsnaam gerust. Ga me niet hinderen. Deden ze daar ook een beetje, ze vonden ze rare mannen. Nee, er kwam een oude dame naar me toe, ook een Breton. De moeder van de Mary, de burgemeester. De burgemeester. Ik denk dat ze heette Maria. Zoiets van een 83 of 85 was ze. Zegt ze, monsieur Martin. Ja. Le Jean, veux que tu pars. Ik zeg, waarom? De mensen willen dat je weggaat. De boodschap van de moeder van de burgemeester. Zo gaat het. Als de moeder van de burgemeester partij komt, zegt Sala, weg jij uit de stad. Kun je het voorstellen? Ja, misschien werkt het. Ja, dus ik vraag waarom. Wat logisch is. Ik zeg, waarom dan? Ja, ze zeggen, hij heeft zoveel en dat heb je toch niet allemaal nodig. Dat is dus pure jaloezie. En het gaat mijn hersenen in. Wacht even. Maar het is ook oude boerenwijsheid. Moet je toch ook waarderen. Als iemand zegt, hij heeft zoveel en je hebt het niet nodig. Want die mensen daar, het is niet zo'n vreselijk rijk land, Bretagne. Nee. Boeren. Ja. Die hebben een tractor en die hebben land en die hebben koeien. En vooral veel stenen volgens mij in die weilanden waar ze overheen struikelen. Zulke stenen. Menhirs, dat soort dingen. Oh ja, kijk, het is een heel interessant land. Ik zou bijna zeggen. Het zijn ongeveer dezelfde soort mensen als de Friese. Hè? Ze willen ook een eigen taal hebben. Nou, zij hebben recht om een eigen taal te spreken. De Bretons, want er zit geen woordje Frans bij. Het is meer een Keltische taal, hè, nog? Ja, maar die Fries is toch gillen, zeg. Een Fries die goed Fries spreekt, dan versta je 80% wat hij zegt. Ja, dat is een mix van Duits, weet ik van wat er allemaal in zit. Joh. Die maken wel lachen als het over hun taal hebben. Maar ja, goed, het moet dan een taal zijn, Fries. Ja, ik heb een hand te muzen. Had ik een huisje. Dat is Friesland. Nou, dat was heel veel slimmer. Echt. Als ik mee heb gemaakt in Bretagne. Slimmer bedoel je slechter? Maar dat is niet leuk meer. Ik werkte in Den Haag. Ik trad op in Den Haag. Zes dagen in de week eigenlijk. Nadat heb ik tegen mijn baas gezegd, moest luisteren. Ik wil graag 2 dagen vrij hebben. Dus zondag neem ik vrij. Maandag. Of maandag en dinsdag. Want ik heb een huisje in Friesland. En dan ging ik daar lekker knoeien. Een stukje grond erbij. Een leuk boerenhuisje. Dat was in de tijd dat iedereen ook naar Giethoorn ging wonen en zo. Hè? Nee, dat was zo. De Gooien ging ook in Giethoorn wonen. Oh, nou, dat was. Een beetje mode ook. Ik vind ieder kunstenaar die woont graag in de natuur. Daar ben ik bijna zeker van. En kan ook een schep in zijn handen nemen en in die tuinen knoeien enzovoort. Ik ook. En dan kwam ik terug en dan waren er ruiten in gegooid. Ja. In Friesland, als je na een week terugkwam. Ja. Dan ging ik 2 dagen naartoe. Zo'n rare Hagenees of een Amsterdammer, wat moeten we daarmee? Die kinderen, uit de kinderen merk je wat ouders thuis moesten. Ja, wat ze zeggen.
kinderen die rijden voorbij, die schreeuwen maar hippie koning, die stomme telegraaf. Mijn boot werd de Ark van Noach genoemd. Ik heb er nog foto's van in het archief van Amsterdam. Liggen de ja, je had een boot waar je... Ja, drie boten had ik in Prinsengracht. En één in Lijmbrandsgracht. Waar een Tsjech, die heeft een Duitse jongen, die zat op zijn... Die Duitser die zat op zijn slaapzak. En die Tsjech, die spreekt slecht Duits. En die Duitser spreekt dus Duits. In plaats, en we verstaan elkaar verkeerd. In plaats dat hij zegt... Die Duitser dat die zegt, durf ik mijn slaapzakken terug? Ja. Nee, zegt, je zit op mijn plaats. Nou, iedereen had een praat vrij. Ja. Er is geen plaats. Dat is geen vaste plek. Ja. Ja. Iedereen kan slapen waar hij wil, maar je gaat niet op een andere slaapzak liggen. Dat die Tsjech, die wordt kwaad, die schiet hem dood. En ik ben juist een controle aan het doen aan de achterkant van de boot. Dus ik loop terug. En ik zie die Tsjech staan met een revolver in zijn handen. En die Duitse jongen op de grond liggen. Ik zeg, jongen, mij maak je niet bang met die revolver. Pam, zegt hij gelijk. En dan schiet hij jou nog een keer. En schoot in mijn arm. En die kogel die zit hier. Ja, hier was die kogel. Nou, die zit boven mijn hart, maar hij zit ongeveer op mijn schouder. Snap je hoe het mooiste is? Dat ik haal die Duitse jongen. Ik ga op het begin mijn boot uit. En ik voel of ik een stuk ijzer of een stuk hout vind, hè? Zodat we niet de Tsjech eruit komen om een klap zersens te geven. Dat gebeurt niet. Dat ik spring op mijn auto. En ik reis de donder, rijd ik naar het hoofdbureau toe. Ik zeg, mensen, luister jongens, in mijn boot, daar en daar, die jongens kennen me dus. Daar en daar, er is iemand geschoten, aangeschoten. Ik zeg, ik rijd terug, ik ben met mijn auto, maar ook ik ben aangeschoten. Hè? Dus met mij kan ook onderweg nog wat gebeuren. Het bloedde natuurlijk, hè? De kogel was hier doorheen gegaan. En nou, teruggekomen, ben ik er nog eerder als de politie. En die jongen die ligt al half in mijn auto om naar het ziekenhuis te brengen. De politie komt erbij en nou heb je weer typisch de politie. Hoe heet die? En die haalde een boekje ervoor. Ik zeg, man, schei uit alsjeblieft. Maak me niet kwaad. Hè. Hoe heet die? Laten we nou die jongen maar eerst als een donder het ziekenhuis brengen. Nou, dat begrepen ze eindelijk wel. Hè. Hoe heet die? Zijn naam en waar woont hij? En wat is er gebeurd? Die jongen ligt half dood. Dat we komen in het ziekenhuis, Wilhelmina gasthuis. En hij wordt naar binnen gedragen dus. Door de dokter, de nurses. Nou, die man die komt twee minuten daarna komt hij uit, zegt hij, die kogel is dwars door zijn lever gegaan. Dood. Hij zegt, dat is al, hij is dood. Ik zeg tegen die dokter, ik zeg, ja, maar ik ben ook aangeschoten door mijn arm heen. En die kogel is dus, zit in mijn arm, die zit niet in mijn arm. Hij zegt, dan moet u even hier blijven, even een radio maken, een foto maken. Hij maakt een foto. Hij zegt, hij zit boven uw hart. Ja, dan raak je in de bliksem. Als zou hij op mijn schouderspier zitten, zit hij boven mijn hartstreek. Ja. We moeten u morgen opereren. Ik zeg, nou, oké. Dat ik ga liggen en in die tussentijd komen twee regisseurs die zeggen, Martin, wie was dat die geschoten heeft? Ze zeggen, die. Dus de knaap, die hebben ze te pakken genomen, want die wilde dus de grens overgaan. 'S morgens hebben ze hem daar te pakken genomen. 5 jaar gevangenisstraf. Dat ze zouden me de volgende dag opereren, maar niets van is gekomen. En ik mocht niet eten, want ze zouden me opereren. En daar komt, de tweede dag. Ik zeg, wordt er nog geopereerd? Ik ga honger krijgen. Hè. Ja, ze hebben het te druk en zo. Ik zeg, ja, maar geef me dan iets te eten. Nee, u moet geopereerd worden. Dat is namiddag, heb ik nog niets te eten gehad. Dat ik roep de hoofdzusters, ik geef me de papiertjes, ik teken, ik ga eruit, dag. En de teken, ik ga eruit, stond de volgende dag, stond er. Martin Sterman is geopereerd, er goed geluk, hij leeft nog. Dan zal ik, moet je hier je vinger opleggen, onder mijn vinger, hè? Precies onder mijn vinger. Ja? Ja. Dat zit er nog. Ja, het zit er nog. Nou, dat is... Snap je goed? En dat zijn die kranten die er schreven. Hij zei, hij geopereerd. Ja, ik zou geopereerd. Maar dat zit er nog. Dat is vanaf jaren 8, nou zeg maar jaren 7. Nooit meer staalpillen nodig had. Hij zit er nog. Je hebt nooit staalpillen hoeven nemen nou. Huh?
Huh? Staalpillen, weet je, ijzer, een beetje dit? Nee, dat zit een heel stuk ijzer zit niet ergens in. Lood is het geloof ik. Zeg hippie. Je zegt, de Telegraaf beschreef je als hippie. Ja, omdat ik had, om te beginnen... Muzikant en schilder. Ja, kijk, toen mijn collega zei... Toen zij weg werd gestuurd naar de States... Toen kwam ik in contact met de knapen die op Leidseplein... hoe heet het? Ook mooi, want hij treedt uit de D66, hoe heet hem zo? Oh, Van Mierlo. Van Mierlo. Ja, die stond daar als jongetje, stond hij daar met zijn, een beetje snobbies in, bij Eilders was dat, Reinders, daar stonden ze hoofdzakelijk, Eilders, stonden ze iedere dag, hè, over politiek te praten en zo. Want ik deed ook een klein beetje aan politiek, maar zij stond er dan intelligent erover te praten, weet je, een beetje stoppies, altijd biertje in de hand en dan stond hij op de trommel, weet je, in de hand, het ziet ergens goed uit. ik mag hem wel hoor, dat gaat niet. Maar in ieder geval, ik ben dus in contact gekomen met mensen die die Vietnam demonstraties deden. En daar heb ik geleerd, Vietnam-demonstraties en we gingen dan vergadering iedere week en zo bij iemand thuis. De tijd van de hippies en de protestacties, ja. En de provo's. Ja. Juist, nou, Roel van Duin, die komt op een zekere dag naar me toe. En toen had ik dus twee boten in de Prinsengracht. Die komt, moet luisteren, Martin, we hebben besproken in de gemeenteraad. Wil jij een kinderboerderij beginnen in de Jordaan? Nee, merci. Ja, die mensen, dat waren de grootste discriminators, die Jordaan. Wat die mensen vertelden. En ik bedoel, het is niet omdat ik dat denk. Dat haal ik uit die situatie bijvoorbeeld. Er komt een oude Jordaanse vrouw naar me toe. 'S avonds. Nee, 's middags komt ze naar me toe. Naar mijn centrum. Ik had er een kelder, een grote kelder, in de Boomstraat. Dat die vrouw zegt, meneer Martin, zie je, ik heb nog zoveel groenteblikken thuis. Ja. En ik weet dat die mensen te eten geeft. Ja. Wilt u ze komen halen? Zie je, ja, oké. Okay. Ik ben klaar. Zegt ze, nee, nou niet. Maar vanavond als het donker is, want de mensen mogen het niet zien. Dat ik jou help. Dat is één hulp voor mij om te zeggen, dat zegt die vrouw niet voor niets. En het merk je onder het gewone volk, jammerlijk genoeg om te zeggen, jaloezie. De Jordaanse zo bekend als een toffe Jordaanse, helpen elkaar maar. Dondersman, heb niet één sneebrood meer hoor, want dan ben je fout. Maar dit is Terman, luister, als dat waar je zegt, de mensen zijn jaloers. Maar jij heb je al ingezet voor jongeren. Ja. Waarom, wat is dan dat, nou, dat stukje, je hebt ijzer in je lijf, maar wat, ja, waarom ben je dan meer begaan met de mensen dan de gemiddelde burger, zou ik maar zeggen? Dat sowieso. Nou, dat komt één, omdat ik had een buitengewone artiest met mij. Het hoofdbureau heeft er weggestuurd. Ik heb nog met ze gesproken. Ik heb dus van de Amerikaanse ambassade in de United States ambassade in Parijs, heb ik een official guard paper. Official guard is precies zoals voogd. En waarom? Zij was schizofreen paranoïde. Nou, erger kan je niet hebben. Ze kan wel goed zingen. Yes. Ja, te gek gewoon. Misschien daardoor. Maar jij bemoeit je, jij zorgt ervoor. Dus ik zorg ervoor en ik trad op en het liep allemaal op rollen. Want ik voelde wanneer ze flippen ging. Want als zij de melodie had, kon ze dus doen wat ze wil. Kon haar geest laten werken. Als ik nou merkte dat het scheef zou kunnen gaan, dan nam ik de melodie over. En aangezien het een prima muzikant was, volgden ze mij met een andere stem. Dan is het afgelopen. Daar valt er niks meer aan te doen. En dan liep ze zo. De laatste keer is ze zo van de buren afgelopen. In een groot cabaret in Montparnasse. Zo van de buren afgelopen. Weg was ze. Ik ga naar de portier. Waar is ze? Eerst naar de kleedkamer. Niet daar. Portier. Ze is in de taxi weggegaan. Volgende dag zat ze in een psychiatrisch instituut. Waar ik haar alles een keertje ingeschreven heb. Als ik nou inschrijf, dan kan ik eruit halen. Maar als ze hem opgepakt wordt...
is geen familielid en ook ik kan er niet uitkrijgen. En ik had juist met Red Charles, had ik een contract met haar, Red Charles, in Israël, in Oma Kayan en Tel Aviv. Door mijn neus gevlogen. Want maar dat was één week voor. Dat was haar. Maar waarom heb je je nou in zijn algemeenheid bemoeid met opvang van jongeren in Amsterdam? Toen zij weg was. Je bent daar nooit voor betaald, hè? Nee. Je bent geen jeugdwerker geweest. Nee. Je hebt ze ook geen huis verkocht? Hè? Gek, jongen. Nee, ik rook zelf niet. Dus waarom zou ik het gaan verkopen? Ja, maar dan ben je toch een beetje raar. Je gelooft niet in God. Martin, je zegt net, ik geloof niet in God. Maar je doet dingen die mensen die wel in God geloven eigenlijk zouden moeten doen. En die doen het niet. Geloof je dan toch niet een beetje in God? Nee. Voor mij is dat helemaal, is dat gewoon een fantast. Is het een ja, maar je gelooft dus wel in medemenselijkheid. Een mens, onverschillig welke kleur of waar hij dan ook vandaan mag komen, is voor mij een mens. En ik bedoel, tegenover dieren ben ik ook zo. Als ik op straat rij met mijn auto en er zit een duif die wel eens blijven zitten, dan stop ik gewoon. Ja, mensen die rijden door, ik stop. Het is toch een beest, een levend wezen. Waarom zou ik doodrijden? Die tijd neem ik. Ik rij liever een mens onder ze boven als een dier, bij wijze van spreken. Ik ben begonnen met dit opvangcentrum, omdat ik liep dus mee in die optochten van die demonstraties van Vietnam, tegen de Vietnamoorlog. Nou, daar werd ook lekker geslagen door de politie en geïnfiltreerd, weet ik. Omdat dezelfde man die kwam maanden daarna, kwam hij in zijn uniform en hij zegt, ja Martin, er moet eens van komen. Maar hij wist zo niet eens goed dat ik wist dat hij een flik, dat hij in de politie was. Nou, dat wist hij. Ja. Want hij kwam me gillende. Die kelder binnenlopen. Die zei, hey Martin, we kunnen het doen. Want ik had een keer gezegd wat we moeten doen. Ja, want daar waren de rode jeugd die was daarmee bezig. Om Van Heuts om te trekken. Dat deed je niet. Nee, daar had ik een hele preparatie voor. Dan had hij naar beneden gegaan, helemaal. En dat wist die knaap. Die denkt... Nou moet ik hem opjutten dat hij dat gaat doen en dat hij me dat gaat zeggen. Ik zei, nee jongen, moet je luisteren, je moet rustig afwachten. Hè? Want als ik dat nou wil doen, dan hoor je dat op het laatste moment en dan ga je mee. En dan stond hij me gek aan te kijken natuurlijk. Hè? Maar het mooiste was, hij dacht dat ik dat iedere keer eventueel zou gaan doen. Hij wilde erbij zijn natuurlijk. Dat wil zeggen, hij wilde doorgeven wanneer ik weg zou gaan om het te doen. Dat was, nou woonde mijn moeder in de Tesseustraat, dat is Zuid, dus je gaat die Lyceumpoorten onderdoor, daar zie je Van Heuts, en rechts, daar is de tweede zijstraat, is een Poortjesstraat, daar woonde ik. Dus als ik nou daar naartoe ging, dan zag ik, na een zekere tijd, zag ik een grote vrachtwagen staan, met de zeil ervoor. Nou, ik bedoel, als zo'n vrachtwagen pan heb, die kan er één dag staan, maximum twee dagen. Nou, hij heeft er ongeveer anderhalve week gestaan. Maar ik rook wat erin zit, de politie in, die zit te wachten op de vreugd, zo ja. Trek. Dus daar hebben ze nog steeds blijven staan. Ik denk, mijn vang hier niet, snap je hoe dat is prachtig. Hey, maar terug naar die medemenselijkheid. Ja, waarom doe je het dan? Ik bedoel, is dat, je zet je af tegen jaloezie, maar je gaat wel mensen opvangen en je betrokken voelen. En nog steeds. Ja, ik zal even vertellen waarom. Goed, ik kon sowieso, ik had geen paarden meer. Dus nou kon ik wel alleen nemen mijn gitaartje. En toen de tijd had je op die grachten, had je cafés of zaaltjes. En daar speelden ze dingen van Baaiers of zoiets. Joan Baez, ja. Ja. En ik kwam dus ook, was steeds in contact met die knapen die vergaderingen deden over die Vietnam situaties. En toen heb ik een boot gekocht voor een prik. Dat was een grote tjalk, ijzeren tjalk, die hadden ze tijdens de oorlog laten zinken en die hadden ze opgehaald. Dus het was helemaal in orde. Schoongemaakt natuurlijk, was alleen een stalen tjalk. Daar heb ik dus een kamertje in gemaakt en een ruimte. En toen kwam ik in aanraking met een sociaal werkster, iemand die studeerde voor sociaal werkster. En we spreken, kwamen mensen tegen. Kom maar. En toen heb ik een vergaderingetje gehad met mensen. Ik kan niet op haar en niet op zijn naam
De man was communist, zij heette. En de zoon, die doet nog fotografie. Die zat ook altijd in die demonstraties. En daar bespraken we. En toen zeiden zij, kijk eens, wat we nodig hebben. Omdat, dat kan je hier in een gewone woningkamer niet doen. Maar zodat we meerdere mensen bij elkaar brengen. En dat we kunnen uitkiezen wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. Dus als iemand een kelder, dat zou het mooiste zijn. En ik vind het eerst in een kelder. Nou had ik een klein beetje een scherper idee als zij. Hè? Dat, oké, ik zeg, ik heb een kelder gevonden. Dus we kunnen. Hè? Nou, ik zag al vlug. Dat vonden ze nou niet zo leuk dat ik een kelder had gevonden. Ook al iets belachelijks natuurlijk. Want ze vroegen om een kelder. Oké, hij is er. Ik betaalde hem. En toen ben ik dus begonnen met zelf. Toen kreeg ik dus enkele jongetjes van de rode jeugd. Je had zo'n plukje rode jeugd. Uit een knaap met een grote rode baard. Die verkocht die mouwboekjes toen. En die rode jeugd, die kwam bij mij wel naar binnen en eruit. En naar binnen was er eentje Hans. Hans heet die. Dat was een knaap. Die zat in de Provo. En de mensen konden bij mij in die kelder slapen en eten. Als ze geld hadden, dan konden ze een gift geven aan de situatie. Mm-hmm. Hadden ze geen geld, dan vond ik, in mijn filosofie is zo dat iemand die geen geld heeft en geen dak boven zijn hoofd, die heeft het recht om een dak boven zijn hoofd te hebben en te eten ook. Waar het vandaan komt, komt vandaan. Hij heeft recht om te eten. Dat vond ik iets, een logische situatie. Die filosofie die komt een beetje uit Vrijmaison, vrijmetselaars. Dus ik heb dat gedaan. Nou, dat vond ik prachtig, want er waren er die een gulden gaven. Nou ja, god, ik haalde uier in de Jordaan, de slager was vlak om de hoek. En die bewaarde uier voor me en die sneken mooie plakjes en mijn moeder kookte heel goed uit. Het smaakt heerlijk hoor, als je het klaar weet te maken. En dat weet ik. Dus zij dacht, dat is kalfvlees aan. Ja, dat smaakte heerlijk. Ik had het zelf ook. Als kind heb ik ervan gegeten. Dus ze hadden te eten. Die geen geld had, kon ook eten. Er zijn altijd parasieten bij natuurlijk. Mm. Dat merk je ook wel. Maar ja, okay, het ging allemaal. Want dat waren honderden mensen die over drie boten en een kelder sliepen. En kwam. Ik kan me voorstellen dat gemeentebestuur dacht, die Martin Sterman, dat is een gevaarlijke oproerkraaier. Ja, als die honderden mensen. Precies, dat is nou wat datgene is ook. Want ik weet niet of je wel eens over Boetes hebt gehoord. Boetes, die zat in de Tweede Kamer. En die wist precies wat ik deed. Die kwam bij mij en die kwam praten met me en die keek de boel aan. Er was gewoon een rustige sfeer in die kelder. Het was rustig. Buiten waren de Jordaanse bla 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 bla. Dan passeerde ik en dan hoorde ik mijn naam. Ik zei, wat wilde u zeggen tegen mij? Oh, want dan hoorde ik, dat is hem. En dan passeerde ik. Hè. En dan kwam ik terug. Er stond een man en twee vrouwen. Dat die man, die ik zei, moet eens luisteren. U praat wel over mij of over die situatie. Maar komt u nou eens een keer kijken. Ik kijk wel uit. Die Duitsers, die Jordaan. Ik kijk wel uit. Dat die man die zegt, laten we nou een keertje naar binnen gaan. Hij vraagt het nog, dan kunnen we zien wat het is. Nou, ze waren niet weg te slaan. Die kwamen naar binnen en die keken en zeiden, ja, nou kan ik het begrijpen. Die jongens en meisjes zaten rustig kaartje te spelen, dammen, schaken, sigaretje te roken. Geen hars te roken, sigaretje te roken. Het was een rustige sfeer. Naderhand heb ik twee boten erbij gekocht en die lag ik in de Prinsengracht neer. Eén met dieren erop, er zat van alles op. Biggetjes, geiten, bok, duiven, konijnen, vossen. Waarom deed je dat? Omdat ik gek op dieren ben, ik vind het mooi, dieren. En eenden. En je maakte dat niet stiekem, als je geen uier meer had, dan deed je niet in de pan? Nee, dat kan niet. Maar... Dat was een giller daar op die Prinsengracht, want de auto's die op de Prinsengracht reden, die moesten langzaam rijden van tijd tot tijd, want dan liepen er vijf eenden, die liepen zo over de gracht naar die brug toe. Of ze gingen het aan de gezicht. Een giller. En hij stond ook in de krant, gemarkeerd als
De Ark van Noog, ik heb nog die krant thuis, Ark van Noog. En er staat allemaal bij wat voor dieren heb ik allemaal. Ik weet niet hoeveel dieren ik had. Ik had een biertje had ik ook. Heb je een leuk leven gehad of niet? Ja, natuurlijk is dat leuk. Maar als je dan ziet hoe mensen rottigheid proberen uit te halen, dan haal je niets voor mogelijk. Is dat nou werkelijk zo? En dan vraag je als je nou terugkijkt en de mensen probeert te begrijpen. Begrijp je het dan niet een beetje dat mensen ook in situaties komen dat ze... Nee, dat kan ik niet begrijpen. Ik kan niet begrijpen dat je jaloers op een ander wordt. Dat kan ik me niet voorstellen. Je moet niet vergeten, ik ben zelf in een hele gewone arbeidersstraat geboren. Van een vader die hard werken ging op schepen. En mijn moeder die ging van tijd en nog eens een keertje wassen bij mensen. Hè, bij mevrouw, hoe ze dat dan noemden. En zo werkte het. En ik was een jongen die gewoon... ik ging het Vondelpark in. Vredestaat komt uit op het Vondelpark. Hek was wel dicht. Maar dan hadden de jongens met de petjes hadden die een beetje opengebogen. Dus ik kon er makkelijk doorheen. Nou, dan ging ik hout sprokkelen. Dus ik zorgde dus voor hout, voor de kachel. Ik nam een touwtje met met aal, wat verkocht werd, met een aalhaakje eraan. Pof, in het Vondelpark, zulke karpers eruit halen. En daarna ben ik eieren gaan pikken. Met de jongens van de straat. Gewoon qua jongens, weet je wel. Naar het eilandje zwemmen of kruipen of zo'n bootje. Als er toevallig een bootje lag van de boswachter. Dus zo versierde ik die hele boel thuis met dus hout, eieren. Daarna ging ik dotterbloemen plukken en fakkels. Vergeet niet, aan het eind van de Overtoom richting Amstelveenseweg. Dat was geen weg meer. Dan ging je naar de landerijen. Ik heb heel West, Suriname, bijna heel West, heb ik zien bouwen. Ik heb nog achter de paardentram aangelopen, die in de sloten ging. Hoe oud ben je nou, Martin? 82, 83 bijna. Martin Sterman, 83 jaar en hij is niet jaloers. En ik zal je wat leren. Want ik ben wel een beetje jaloers. Ik ben namelijk jaloers op mensen die niet jaloers zijn. Is dat een moeilijke? Nee, dat begrijp ik. Ja, ik heb voor. Martin Sterman, voor Mister, dankjewel. Oké. When it's a vent to eat your plans. Let my people go. I press a heart they couldn't stand. Let my people go. So the Lord says.